Dankzij Micha Bruinvels ben ik deze fotograaf op het spoor gekomen. Je moet je voorstellen, Valery van Minsky was in dienst van het Russische leger. Hij ging de oorlogsgebieden door heel Europa door om daar met name noodhospitalen te fotograferen. Maar in zijn vrije tijd trok hij erop uit en maakte foto's die hij in zijn privéarchief stopte. En pas vele jaren na het eind van de Tweede Wereldoorlog vonden zijn kleinkinderen na zijn dood een doos met negatieven op zolder. Tot ze Arthur Bondar ontmoetten en ze deze foto's aan hem verkochten. Op de ene foto zie je een gewonde man, vermoed ik, op weg vanuit een ziekenhuis naar huis in Berlijn. En op de andere twee foto's is eigenlijk een sequentie, dus een volgorde van twee foto's van een groep Russen die dwangarbeid verrichten in Duitsland en nu weer op weg waren naar huis. En moet je voorstellen wat voor tocht deze mensen nog voor de boeg hadden.